hold on to me. I can feel you lying there all on your own. We got here the hard way, all those words that we exchanged. Is it any wonder things get broke? 'Cause in my heart and in my head, you can't really take back the things I said. So high above, I feel it coming down, she said. In my heart and in my head, tell me why this has to end. Oh no, oh no. I can't save us, my Atlantis, we fall. We build this town on shaky ground. I can't save us, my Atlantis, so no. We built it up to pull it down. Now all the birds have fled, the herd just leaves me scared, losing everything I've ever known. It's all become too much. Maybe I'm not built for love. If I knew that I could reach you, I would go. It's in my heart and in my head, you can't take back the things you said. So high above, I feel it coming down, she said. To pull it down. Yeah, we built it up, and we built it up. Yeah, we built it up to pull it down. Yeah, we built it up, and we built it up. Yeah, we built it up to pull it down. I can't save us, my Atlantis, we applaus, dames en heren. Ga ik er even tussen staan. Ik vraag ook even aan de docent Oskan erbij te komen. Want dit was Sunny. Sunny, that was very good. Thank you so much. Was it nerve-wracking? Very. Oskar, ben je trots? Ja, super trots. Ja, absoluut. Ze heeft afgelopen... 3 weken geleden ongeveer hebben we een avond gehad met 15 zangers en zangeressen. Dat deed zij ook mee en de andere 2 ook. En ja, om hier dan te staan, zo kort daarna en eigenlijk voor het eerst zo op een podium. Applaus, dames en heren! Oskar, jij bent docent ook aan de Scholengemeenschap Zuid? Sinds september. Bevalt dat? Bevalt echt heel goed. Ik doe het samen met Mirjam Salakori. We zijn samen gekomen in september. En wij mogen nu van klas 1 tot en met klas 6 muziek gaan opzetten. Dus we hebben een enorme mooie taak. We hebben een waanzinnig mooi lokaal. 174 vierkante meter. Met alles erop en eraan. 3 studio's. Een soort muziekwalhalla. Ja, echt. Ik ga het filmpje binnenkort online zetten. Dan zul je het zien. Maar nee, echt super vet gewoon. Ja, dus, wat betekent muziek voor scholengemeenschap Zuid? Nou, wat ik
begrepen heb, maar ik ben er net, in het verleden was er een rijke culturele traditie, zeg maar. Dat is een beetje weggezakt. Het is vooral ook een sportschool, hè, want er zit sportleerlingen, de ISK zitten, de IST zitten, daar zit Sunny ook op. Ze hebben gezegd van ja, we willen eigenlijk van muziek een kernvak maken, want muziek verbindt en dat vinden we heel belangrijk. Dus daar wordt heel veel ingestoken en dat is, dat is gewoon echt super. Kom een keer langs, zou ik zeggen. Dat zal ik zeker doen. Je zei ook net al, van je gaat dan vanaf leerjaar 1 tot en met 6. Dat lijkt me ook echt briljant om ze in de, ja, in de opvoeding. Ja, ze krijgen uiteindelijk een stukje opvoeding ook mee natuurlijk door middel van muziek. Dat je ze ziet groeien als mens. Nou, dat is waarom ik in dit vak zit. Ik vind muziek een geweldig middel om mensen te laten groeien. En verbinding. Ik bedoel, de club die hier zit, dat zit ook, dat kunnen jullie niet zien thuis, maar er zitten ook een paar fans daar. Die komen ook gewoon omdat ze in pauze samen zitten en ze horen elkaar. En ja, weet je, dat wordt nu langzaam een clubje. En dat is echt super vet. En we gaan er zo nog twee zien die ook helemaal aan het begin staan. Die doen dit voor het eerst. En als je ziet hoe ver zij zijn gekomen. We hebben nog een workshop gehad, ook van Zonnefank. En daar zullen ze straks vast zelf nog iets over kunnen zeggen. En dat is ook super waardevol. Want je leert dan gewoon van hoe sta je, hoe haal je adem, hoe kijken ze in de camera, probeer het eens. Dus ja, die groei is gigantisch. Dus dat is echt heel leuk. Ja, want als docent zie je ze natuurlijk maar een klein gedeelte van de dag. Ook die eerste maanden voor jou, je gaat met ze repeteren. Dan zal het nog vaak rauw talent zijn of was het al wel iets meer dan dat? Nou, de verbazing is groot dat we nu dus sinds september er zijn. En hoeveel er toch piano spelen, gitaar spelen. We hebben na een maand of drie kregen we de kans om een piano in de aula neer te zetten. En dat hebben we gedaan. En dat werkt gewoon. In pauzes zitten leerlingen daar iets te spelen. En dat is gewoon... Ze mogen ook niet meer op het telefoontje. Nee, maar dat is ook waar. En heel eerlijk, dat helpt ook. Het is verschrikkelijk voor ze, maar dat helpt wel. Want je hebt toch, je gaat eerder praten, je gaat eerder wat anders doen, je gaat eerder achter een piano. Nou, wat is er nou leuker, een telefoon of piano? Ik weet het wel. Dus gewoon jammen met elkaar. Muziek maken met elkaar. En volgens mij verbinden. Want is het ook zo dat alle leerjaren een beetje door elkaar heen gemengeld nu zijn? Daar zijn we een beetje mee bezig. Maar dat moet nog komen. We richten ons nu op de lessen klas 1 en 2. En dan bouwen we dat langzaam uit. Volgend jaar klas 3 erbij. Ook al een klas 4. Omdat we merken dat is echt wel vraag naar, zeg maar. En dan bouwen we door naar de bovenbouw. En tegelijkertijd hebben we nu 2 avonden gemaakt. En we willen ook heel graag een keer iets met de kerst doen met een grote club. En dat verbindt door alle lagen heen. En de eerste avond die we hebben gedaan was een bandavond. En dat was ook van de IST tot en met klas 1 speelde met iemand van klas 5. Ja, dat is gewoon ontzettend vet. Ja, zo meteen even over die avond. Want ik vroeg me nog iets af. Want hoe groot zijn die klassen dan? Voor hoeveel leerlingen kunnen we spreken? Nou, dat wisselt heel erg. De ene heeft er 16, 17 en de grootste zijn 28. En dat is ook wel een verschil als je daarvoor staat, zeg maar. Maar dus dat is breed, zeg maar. Het is niet standaard 25 of zo. Het is gewoon wat erin past. Ja. Treden ze ook al op? Je zei het al even, avonden. Ja. Wat is daar de planning mee? Wil je er naartoe om iedere maand bijvoorbeeld een avond te hebben waarop ze hun talenten kunnen blootgeven? Dat zou heel mooi zijn, maar we doen het rustig aan. Zeg maar. Dat doen we helemaal niet. Maar we hebben nu 2 avonden. Volgend jaar gaan we de 3e klas lesgeven. Daar willen we ook nog iets van een bandavond doen. Ik wil heel graag nog een avond met, of raptalent of met dat soort dingen. Zitten er ook een heleboel van. Allemaal ideeën genoeg. Alleen wij moeten het ook doen met z'n tweeën, drieën. En dat is even de vraag maar, voor tijd we hebben. Maar ik hoor wel dat scholengemeenschap Zuid daar genoeg ruimte voor biedt. Ja, maakt, ja zeker. Ja, we krijgen alle steun, zeg maar. Ja. Klinkt heel goed. Zometeen gaan we nog 2 van jouw leerlingen zien. Ja. Wat gaan we nog zien? We gaan Femke zien, die gaat waterdicht doen. En daarna hebben we Sanne en die gaat het nummer van Tom O'Dell doen, Another Love. En daar hebben we dan ook Belien weer bij, die zit straks achter de piano. We krijgen van alles en nog wat nog. Dat zometeen. Eerst ga lekker op de kruk zitten. Beste dames en heren, handen op elkaar. Voor scholengemeen. Ik ben iets aan het aankondigen. Maar dan, we gaan nog eventjes zometeen wachten even tot de zangeres zometeen deze kant op komt. Mag alvast wel aankomen. Applaus, dames en heren. Ja, heer, dat denk ik wel, ja. Ja, want voordat we naar wachtmuziek hier, kunnen we het ook gewoon een keer live. Dat maakt ook allemaal niet uit. Dat maakt het misschien al net zo leuk. In ieder geval...
Wat is het? Deze mag weg. Dames en heren, groot applaus voor Scholengemeenschap Zuid. Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe. Ik weet dat je het moet willen, maar iemand moet beginnen. Ik weet alleen niet hoe. Oh, maak je maar niet druk om mij. Alles komt wel goed. Ik weet dat dat is wat je zegt, maar dat is niet hoe het voelt. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Want nee, je hoeft toch niet perfect te zijn. Verzet die bergen, een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet sterkste. Dan maar niet sterkste. Wil je me beloven dat je morgen weer probeert? Want ook al loop je over, de schaduw wordt steeds groter als jij de pijn negeert. Dus zeg alsjeblieft niet, maak je maar niet druk om mij. Alles komt wel goed. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Want nee, je hoeft toch niet perfect te zijn. Verzet die bergen, een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet sterkste. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Oh,
many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude, words they all